Electro Sound van de groep. In maart 1972 staat een nieuwe groep op het podium onder de naam The Dyke Brothers. Ad Visser van AVRO Stopop bezorgt de groep een platencontract. Met de single Think of Me Forever zijn ze te gast in het legendarische tv-programma Voor de Vuistrecht van Willem Duis. We wilden ook wel iets wat anders. En we dachten, waarom ook niet wat elektrisch geluid in de groep. Maar we hebben altijd akoestisch akoestische instrumenten in de groep gehouden. Dus was het half om. De bas werd versterkt. En het was een eerste een contrabas en dat was nu een elektrische bas. Een drummer kwam erbij. Met als zonder de stijl van de muziek die ook veranderde. We wilden gewoon eens wat anders. Ja, maar dan toch met een eigen sound. We maken eigen sounds. Zo'n zakelijk bestand is het waar toch voor de 90% uit eigen werk. En de muziek waarmee we optraden, zeg maar, dus we traden ongeveer drie keer per week gemiddeld traden op, 13 jaar lang. Heel Nederland, België, dat hebben we inderdaad 13 jaar gedaan. Ja, toch een eigen sound gecreëerd, eigen werk. En dat repertoire stond ook voor 90% uit eigen werk. Toch uit eigen nummers, ja. We kwamen weer bij elkaar en namen wat nummers door. En André zong dan en ik dacht van nou als je daar dat in verandert, bepaalde ritmeveranderingen of... zo werden nummers gecreëerd en we maakten nummers ook gezamenlijk, omdat we hier in deze ruimte met z'n vieren rond de tafel gingen zitten. Jongens, dit is het idee, er kwam André met het idee en dan werkte het met z'n vieren ook uit. Misschien een totaal andere richting op. En ja, als ik de country promoter ben, kan ik zelfs popbeetje niet zo gebruiken natuurlijk. Wat ik wel heb kunnen doen voor ze is plaatjes laten maken bij een platenmaatschappij. Ik meen dat één daarvan een singeltje was I Could Sing All Night. En een andere was Do What You Do, Do Well. Dan die twee nummers op die Nashville. En ik heb een liedje vertaald uit het Duits. En de jongens gevraagd, hey, ik heb een Nederlands tekst, vinden jullie het erg om dat te zingen? Wel, nee, daar is ook schik in. En dat heette, je kunt niet alle meisjes kussen die je kent, of zoiets.